kijkers van DJ Jelly, hartelijk welkom bij toch weer een nieuwe aflevering van LOL en Disneycraft. Aflevering 21 is er eindelijk. Het heeft een weekje met vertraging eraan gekomen, omdat ik vorige week dus het optochtenweekend, het heel drukke weekend had met mijn verjaardag en nog wat zooi. En in de plaats is dus een Disneycraft special online gekomen van Haaks Ondergang. Maar we zijn er vandaag terug in de Disney Plaza, omdat we eigenlijk nog twee dingen officieel moeten doen. En ik denk dat wij nu maar hieraf mooi gaan staan. En als we even kijken, Atlantis hebben we gedaan. Wij hebben dit eigenlijk zeg maar niet echt zoals het moet gedaan, het themagebied zelf. Aventurier hebben we ook al gedaan en het Wilde Westen. Nu ben ik eigenlijk aan het twijfelen wat we gaan doen. Als wij nu naar Arabië gaan, of als we naar het Wilde Westen gaan. Ik flikkers, ja, flikkerboemers, dat zal wel een clear chat worden. Ik zal het even zeggen, voor alle zekerheid. En ja, dat was sowieso een clear chat. Ik denk dat we het Wilde Westen maar gaan doen. Denk. Mijn opstel is al geliefd. Volgens mij, of die heeft een ban of zo. Ik ben aan het twijfelen. We gaan het Wilde Westen doen. Het Wilde Westen. Daar staat de chat is uitgezet. Hij is al geliefd. Maar oké, de chat staat uit. Ik word al boosig. Wat kunnen wij? Hier is een attractie. Jawel. De eerste attractie die we tegenkomen het Wilde Westen. Ik dacht eerst dat er geen attractie stond. Maar natuurlijk, de Donut Man, de Chandling's Brightness. Voor deze dark rides. Oké, video settings. Op bright. Staat goed. Dan gaan we eens verder naar Donald Mains. Zeker raar om weten dat woordje is. Maar ja. We gaan de Donald Main eens doen. Het is lang geleden dat ik deze attractie zelf gedaan heb. Hier kan je altijd in. Aangezien het een zelfbesturingsattractie is. Je moet maar op een karretje drukken. Of een plate gaan staan en er spawnen karretjes. Dat is super leuk. We gaan vertrekken. Zorg de trein niet even gedood. Oké, ja. De chat staat nog altijd uit. Maar ik denk dat wij gewoon de Donut Man maar gaan doen op F1 modus. En misschien eens even kijken. Jullie hebben de vlog waarschijnlijk gezien van de carnaval. En het is vandaag. We zullen even snel maar gaan met je kijken. Wat is online komt. Dus het 16 maart. En volgende week heb ik in die week examens. En dat is dingen. Waarschijnlijk komen er dan geen video's. Wel komt er dan een LOL in Disneycraft online als laatste. En ik begin op woensdag, dus vanaf. Zo, vanaf woensdag komt er tot dinsdag de week erna geen video online. Dus dat houdt in dat er geen Hunger Games online komt. Geen No Limits. Geen rollercoaster en dan geen Disneycraft. En we gaan dan de week erna verder. Op, dan hebben wij, zitten we in april denk ik, klopt dat? Ja, ik heb gedaan op 31 maart met mijn examens en op 1 april, op woensdag 1 april komt Hunger Games terug en dan is het paasvakantie ook bijna in zicht. Dan heb ik vrij, donderdag en woensdag heb ik dan vrij omdat ze dan de dingen examens moeten bespreken en de rapporten opstellen en dan hebben we paasvakantie en dan komen natuurlijk sowieso terug video's en niet vergeten dat er ook op een nieuw kanaal waar een video online komt of online staat waar ik nog op zit. Daar komen ook, daar zijn ook daar doet dus ook aan. Ik weet niet of ze de video al online zet als deze online komt of als die dan nog niet online staat. Dat is even afwachten. En dit is een heel erg leuk dark ride. Ik vind het gewoon niks zo heel leuk dat het zeg maar dark ride is gecombineerd in een soort van achtbaan. Ingang Donut Main. Oké, we gaan nu echt Donut Main of chillen. En het is echt een super leuke attractie dit. Niet slecht gemaakt dit doen. Het is echt een super leuke attractie. De Donut Man. Ik weet niet, hier ontbreekt een hoofdje. Of zo. Ik denk het wel. Wat hebben we hier nog te doen? Mooi, dit is echt een super mooie attractie hier. Hier zijn we langskomen denk ik. Ja, hier zijn we langskomen. Hier ontbreekt weer een hoofdje zie ik. Een paar hoofdjes die ontbreken. Een beetje minder. Maar het jammer aan het Wilde Westen is dat we maar één attractie hebben. En dat is de Donut Man. En die ligt ook nog helemaal onder de grond. Maar vroeger stond natuurlijk wel nog de Woody Coaster. Die hier stond. Die op de grens zeg maar. Ja, de ingang was in het Wilde Westen. En de uitgang ook. Maar de baan zelf. Die over de grote heuvel die aan Clownerval staat. Daar ging die dus langs over die heuvel.
En nogmaals, ik vind het echt een super attractie. Met hier een mooie draaikolk. Of wat het moet zijn, waterval ding, iets achter, bla bla. Super mooie attractie. We zien er echt heel duidelijk dat het echt... Ja, dit is ook een van de eerste attracties dat ik uit Disney. En vroeger was natuurlijk het ook een ding. En nu gaat er iets gebeuren. Kijk, daar gaat alles ontploffen. Dan vliegen allemaal orzen lucht in. En dan is het gedaan. De dispensers zijn leeg, dat moet ik eens even melden. Even melden dadelijk dat de dispensers leeg zijn bij Donald Main. In de laatste scène is dat. Dus ja, het is een ontploffing scène, zal ik het zo noemen. Zo. En nu gaan we nog een waterval op. Wow, dit is echt super leuk. De lampjes gaan aan. En de lampjes gaan er weer uit. En dan gaan ze weer terug aan of niet? Nee, ze gaan één keer aan en dan blijven ze uit. Benieuwd. Ik denk dat wij nu binnenkomen dadelijk in het station. Jawel, ik heb niet gelogen. Het station Donald Main gearriveerd. Wij zijn er aangekomen. Ik zal het zelf zeggen. Het vuurwerk bij Donald Main in de bijna laatste scène is op. Zo. Dat is op. Dat moet ik eens even vermelden. We gaan eruit. Dit is de uitgang van Donald Main. En we zitten vast. Leuk. We gaan wat verder lopen in het Wilde Westen. Wij komen een wegwijzer tegen. Wat kunnen wij daar op te vinden binden? Donald Main Disney Plaza Indiana Jones. Meer niet. Jammer. Ik zie daar wel een stuk Atlantis uitzien. Ik zie de déjà vu hier vliegen. Hello Robin. What are you doing? Ja. Zullen we ook niet doen. Wat kunnen wij... Natuurlijk, het Wilde Westen is een van de grootste achievementsplekjes, denk ik, van de server. Van de themagebieden is het ook wel een van de grotere achievementsplekjes. Bijvoorbeeld hier in de ton zit een achievement. In de bibliotheek zit een achievement. Er zitten hier helemaal achievements verstopt. Ik ga eens kijken in mijn koffertje, maar ik heb ze allemaal terug. Muurjijm zit hier ook ergens. Wat zit hier nog allemaal? Ik weet het allemaal niet. Nee, dat is dat wel. Ik denk dat op pagina 1 al staat, die achievement. Denk ik. Nee. Pagina 2. Ik. Jongen, dit is even zoeken. Ik ben eens even aan het zoeken naar zo'n achievement van dit ding. Bloemkoop, ook een friesje. Webmuurgeheimen. Dat vonden we dus allemaal de stomste achievement, maar... Nee, ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. Er zijn natuurlijk wel een aantal achievements hier in het Wilde Westen. Wat we hier zien is iets nieuws. Een heel nieuw gebied. Wat dat is, daar gaan we daar even naartoe. Maar het Wild West is eigenlijk een vrij klein gebied vergeleken met Atlantis en Arabië. Want Arabië is super groot. Het is eigenlijk het grootste themagebied van Disneycraft. Wie is dit? Kenny Koele staat hier ook mooi op de tribune. Hallo Kenny. Waar stond vroeger dat stationsgebouw van de... dingetje. Dat was hier in de hoek. Ja, hier was het in de hoek. Hier, deze huisjes waren vroeger het wachtrijgedeelte van de Woody Coaster genaamd. Die hier dan stond. Op dit stukje gebergte. Wat hier allemaal aan het veranderen zijn en aanpassen. En hier liep je over. Het was echt, dit pad was er eigenlijk niet eens. Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Maar de Woody Coaster. Je kan hier zelfs via... dit gedeelte kan je overgaan naar een ander gedeelte. Ik weet niet meer van waar dat precies dan uitkomt. Komen we dan hieruit of niet? Waar komen wij uit? Wacht, moet ik eens even uitzoeken waar we uitkomen precies. Eens kijken. Ik ga hier via deze kant van het normale themagebied ga ik gewoon hier doorlopen. Waarschijnlijk zit hier ook nog aan bezig, want dit is nog een beetje leeg. Komen wij uit aan die tribune waar Kenny staat met zijn zusje. Robin is de server gejoined. Hallo Robin. We zijn hier nu met Robin, Kevin en altijd de Robins. Oi, Robin, dan doe ik even de zaakjes I cook. Oeps. De zaak is terug. I cook. Zo. En de andere Robin is weg, dus nu hoeven we dat niet meer te doen. I bacon cook. I bacon cooken. Ja, het Wild Westen. Laten we nog eens even wat verder lopen. Dan zien we het sheriffgebouw. En ja, dat was het zeg maar een beetje. Er is nog een achterstuk.
Maar het is echt klein. En hier hebben ze die mooie poorten. En die vind ik echt super dat ze hier wat ze hier gemaakt hebben. Het is echt super mooi. Natuurlijk hebben we hier de Ariel, de nieuwste attractie, die nog in volle aanbouw is. En dat is natuurlijk al super mooi van de buitenkant. Ook het Sprookjesbos wordt zeg maar, het speeltuintje wordt gerenoveerd. Het speeltuintje, nu is het echt een speeltuin. Die poort is ook al gerenoveerd door Jens. En dit is echt super mooi. Ook dat ze de NPC's nu kleurtjes geven, is super leuk. Dat was in aflevering 20 nog niet, dat is nieuw. Elke NPC heeft een andere kleur. De entertainers en alles wat mijn kassa en mijn medewerkers maken heeft, zijn blauw. De dingetjes, dit is nu geel, maar de andere NPC's zijn geel van kleur. En als wij nu eens even hier lopen, hier hebben we de Sprookjes Quiz, die wordt gemaakt. En we hebben hier nog de Disneycraft speeltuin, dat zit hier onder de grond. Mickey Mouse, zie je? Dat zijn dus die NPC's die van die kleurtjes hebben. Maar hier is iets nieuws. Dat is de speeltuin. Daar kunnen wij even snel binnen gluren. De speeltuin wordt volop gebouwd. Ik zie Robin hier. En hier is een kabelbaan gebouwd, heb ik gehoord. Hier is ook een heel trampoline. Maar er is ook een kabelbaan gebouwd. Ik heb het gisteren gehoord. Dat ze... Wow, hier is echt een kabelbaan die nog werkt ook. Oh my fucking god. Dit werkt ook echt. Denk ik. We moeten langs boven beginnen. Oké, wacht. Ik ga hem doen, hè. Ik ga het doen, hè. Oké, we gaan nu in de kabelbaan, jongens. Wow, dit is echt awesome. Dit is super cool. Een kabelbaantje. Maar dit is echt wel origineel, jongens. Dit is echt super origineel. Disneycraft, als iemand van deze, van Disneycraft, als iemand het ziet, het is super origineel. Een kabelbaan, het is echt heel origineel. Echt waar, mijn compliment, het is origineel. Want dat zie je niet overal. Een werkende kabelbaan, het is echt origineel. Die trampolines zijn ook super origineel en super leuk natuurlijk. We kunnen erop gaan springen. Ja, hij werkt al. We kunnen ook met het... Oh, hoe zijn we het zo gemaakt? Oh nee. We kunnen, ja, niet-vips kunnen daarop gaan. Behalve level 10 niveau vliegen. De nieuwe speeltuin, er wordt dus nog gebouwd. Maar die kabelbaan, daar ben ik echt al verliefd op. Dit is echt een super mooi ding. Echt waar. Heel erg leuk. Sprookjesbos zelf is nog altijd toegankelijk. Omdat hier ook een aantal achievements zijn. Maar het Sprookjesbos zelf is nog altijd toegankelijk. De speeltuin wordt dus nog altijd gebouwd. De Sprookjesquiz wordt ook nog gebouwd. Dat is helemaal afgesloten. Voordien was het ook openbaar. Het is afgesloten sinds... Moet ik eens even denken. Sinds. Maandag hebben ze dat afgesloten. Ik was daarbij. Dus dat hebben afgesloten. Ja, ik ben dus echt onder de indruk ook van het... Van de nieuwe paden die aangelegd worden. Ik ben over het algemeen van Disneycraft nog altijd super tevreden. En het is nog altijd een super leuke server. Jawel, wat voor een attractie. We hebben vandaag één attractie gedaan. De donorbaan zie ik hier aan. En dit is de boom van de rust en vrede. Hoe heet die? Plandaardig. Oh, plandaardig. Vincent was op het journaal. Dat klopt. Vincent was op het journaal gisteren. En gisteren was het donderdag. Om 8 uur op RTL 4. Ik heb het niet gezien. Aangezien ik... niet kon kijken via dingen, via laptop kon ik het niet bekijken. En ik ben ook Belg, dat weet jullie. Zie je deze kassière, dat zijn blauwtjes, die zijn allemaal blauw. Dat is het ook in deze kassière, waar hebben we medewerkers? Ja, bij attractie medewerkers, maar waar is een attractie? Donorbaan heeft een medewerker. Ik zie hem daar al staan, maar deze medewerker moet nog aangepast worden, want dat was een voor piratenweekend. Ik denk dat wij wel rond zijn in de themagebieden. Ik denk dat wij in aflevering 22 voor volgende week waarom Disney Plaza, dat wij dan Arabië nog een toertje gaan doen, dus hier naartoe, Arabië, dat hebben we eigenlijk nog officieel niet gedaan. Arabië is een van de grootste dingen met Antica samen, maar Arabië ziet er echt geweldig uit. Arabië heeft één attractie die natuurlijk werkt, en dat is natuurlijk de grootste dark ride, vind ik, denk ik dat het de grootste dark ride is van het park, de wraak van Jafar. Die hebben we al gedaan, dus die gaan we niet doen. Die hebben we toen gedaan met Brit. Met een lama, zat die aflevering met een lama. Met Brit hebben we dat toen gedaan en... Even kijken als je rijdt, überhaupt, als je nog op kunt vriezen. Ja, je kan hier, hier ga je maximum komen. Denk ik. Ja, dit is denk ik het maximum tot waar je kan komen. Maar, is het überhaupt opgevuld? Oh nee, oké. Dames en heren, ik ga mooi staan hier in het midden van de Disney Plaza. Op een F5 modus. En ik kijk naar Arabië toe.
Hartelijk dank voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Lol en Disney Craft, aflevering 21. Je zit erop. Maar vond je dit nou leuk, doe een blauw duimpje omhoog, abonneer en tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Wens me alvast succes met mijn examens, ook al is dat nog een week te gaan. En ik zie jullie gewoon volgende week en volgende keer bij nieuwe video's. Later.